Welkom bij de webinar Voeding bij spierziekte. Mijn naam is Charlotte van S. Ik werk bij Spierziekte Nederland en ik zal vandaag de webinar leiden. De sprekers introduceren. De sprekers van vandaag zijn Dea Schreuder, onder andere diëtiste bij het Roestingscentrum in Enschede. En Jacqueline van Helleman, zij is diëtist bij Revant. Dea, ik geef jou het woord. Dankjewel. Goedemiddag allemaal. Jacqueline en ik zijn allebei verbonden aan het netwerk Diëtisten voor Spierziekten. En wij willen vandaag jullie iets gaan vertellen over voeding bij spierziekten. En daarbij hebben we ons ook een klein beetje laten leiden door de vragen die wij de afgelopen tijd binnen hebben gekregen. Met name ook in relatie tot corona. Ik laat jullie nu de inhoudsopgave zien van vandaag. En we willen het eigenlijk een beetje hebben over dus de leefstijl. Wat is een goed gewicht? Welke invloeden hebben de coronamaatregelen? Vitamine D, vezels, koolhydraten, eiwitten. Nou, het hele plaatje bij elkaar. De eerste paar items zal ik bespreken en daarna neemt Jacqueline het stokje van mij over. Als we beginnen met het hoofdstukje leefstijl, dan moeten we daarbij eigenlijk denken aan allerlei regels en adviezen die moeten leiden tot een gezond en een zo goed mogelijk leven. De punten die wij daar hiervan bespreken zijn met name de dingen die ook een relatie hebben met het stukje voeding en gewicht. Als we beginnen met het eerste punt, dan is dat het stukje activiteit. Mensen met een spierziekte hebben over het algemeen natuurlijk veel meer problemen met bewegen. En er is gelukkig een bewegingsnorm voor mensen met een fysieke beperking. 2,5 uur per week willen ze dan liefst dat je beweegt met enige matige intensiviteit. En dat mag verdeeld zijn over 7 dagen in de week. Dat houdt dus in dat het ook rustig een dag kan zijn waarop je maar 20 minuten beweegt. En dat kan ook zijn 10 minuten 's ochtends en 10 minuten 's avonds. Bij je beweging maakt het ook nog uit wat je doet. Als je namelijk bepaalde oefeningen doet, waarbij je bijvoorbeeld wat gewichten gebruikt, dan zie je dat dat vooral effect heeft op de spierkracht en ook om de botten mooi stevig te houden. Andere oefeningen daarentegen zijn meer voor je conditie of kunnen ook eventueel helpen voor bijvoorbeeld je balans goed te krijgen. Nou, voor een groot deel van onze populatie is deze beweegnorm best wel realiseerbaar. Maar er zijn er natuurlijk ook een aantal, als ik bijvoorbeeld denk aan SMA of Duchenne, die zullen bij deze norm denken van nou, dat lukt me nooit. In dat geval ga eens eventjes in overleg met je fysiotherapeut, want misschien kan die toch nog best wel een aantal adviezen geven waardoor er een beperkt aantal activiteiten toch nog wel mogelijk zijn. Trek je de norm niet? In elk geval alles wat je extra doet en wat wel lukt, is meegenomen. Een ander advies is bij de leefstijl een verantwoorde voeding. En bij een verantwoorde voeding moet je vooral denken van, past die voeding bij hetgene wat ik nodig heb. Je kunt natuurlijk ook aan andere zaken denken en dan moet je bijvoorbeeld eens even denken aan hoe gezond een product zelf is. Dus we adviseren daarbij vaak van probeer onverwerkte producten te gebruiken. Dus liever een verkoren boterham dan bijvoorbeeld een witte boterham. En ook nog aan dingen als duurzaamheid. Een product wat op het moment groeit is gewoon veel beter voor de natuur als je dat nu gebruikt dan dat je dat in een seizoen doet waar het eigenlijk normaal gesproken niet beschikbaar is. En een product wat aan de andere kant van de wereld moet komen is misschien toch wat minder praktisch dan een product wat in je eigen land groeit. Dat zijn dingen die allemaal bijdragen aan een verantwoorde voeding. Ook in dit stukje past bijvoorbeeld heel goed het hoofdstukje wat je op het moment in het nieuws nog wel eens een keer hoort met corona over de bio-industrie. Misschien wat minder vlees en misschien wat overgaan, wat meer plantaardige eiwitten zou daar bijvoorbeeld ook bij kunnen horen. Binnen de leefstijl wordt ook het hoofdstukje belasting en belastbaarheid. Ga dus niet in één keer alle activiteiten in één keer toevoegen, maar kijk of je dat op kan bouwen en wissel dat af met rust en herstel en ook liefst met een stukje ontspanning. Dat hoort daar ook echt bij. Dit is ook niet altijd even makkelijk geweest natuurlijk in de coronaperiode. Niet alle stappen in één keer willen. Een kleine stap heeft ook winst. Dus laat je niet te snel ontmoedigen en stel ook inderdaad altijd reële doelen. Als je te zwaar weegt, probeer dan niet het hele gewicht in één keer te herstellen, maar maak
kleine tussenstapjes, misschien van 2 tot 3 kilo per week. Hiermee kom ik eigenlijk al automatisch op ons gewicht terecht. Nou, als we het over gewicht hebben bij spierziekten, dan hebben we het vaak over 2 uitersten. En dan hebben we het over het overgewicht aan de ene kant en het ondergewicht aan de andere kant. Een stukje ondergewicht wil ik eigenlijk voor nu eventjes laten rusten. Maar daarbij zie je natuurlijk altijd wel dat een verhoogd risico geeft op ziek zijn. En met name dus ook op onnodig spierverlies. En is iets wat we natuurlijk niet willen. En zeker niet voor kinderen die nog moeten groeien. De andere kant, het overgewicht, vormt in veel gevallen toch ook eigenlijk een heel groot probleem. En dat is natuurlijk niet alleen dat het een extra belasting is voor je spieren. Het beperkt ook je mobiliteit als je meer gewicht mee moet nemen. Want met minder spieren meer gewicht meenemen kost gewoon meer moeite. Het heeft ook invloed op je botten en je gewrichten die daardoor wat makkelijker kunnen slijten. Het is lastiger voor je verzorgers, maar... Waar het vooral op zit, is ook dat overgewicht bij mensen met spierziekten die een veelal zittend bestaan hebben, zich vooral gaat lokaliseren op de buik. En juist dat buikvet is een best wel grote risicofactor als het gaat om het ontstaan van bijvoorbeeld diabetes type 2, hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten. Eigenlijk is dat buikvet ook een stofje wat ervoor zorgt dat er in het lichaam eigenlijk constant een afweerreactie bezig is. En dat is ook een van de factoren die we zien dat die een risico is bij het probleem van de coronapandemie. We willen dat natuurlijk zoveel mogelijk beperken en ja, dat is natuurlijk niet altijd even makkelijk. Als we kijken of een gewicht goed is, dan doen we dat normaal gesproken aan de hand van een BMI. Dat is eigenlijk een hele simpele formule waarbij je kijkt of het gewicht past bij de lengte. Maar die formule is eigenlijk bedoeld voor een gezonde populatie en is minder goed toepasbaar voor mensen met een spieraandoening. Heel simpel, er is over het algemeen dus minder spiermassa en daardoor zie je dat er in de BMI op dat moment gewoon verhoudingswijs veel meer vet zit. Eigenlijk zou je bij spierziekte dus vaak uit moeten gaan van een lagere gewenste BMI dan normaal gesproken. Een vervelende bijkomstigheid is dat als er minder spiermassa is, er ook vaak meteen een verlaagde hoeveelheid energiebehoefte is. Dat komt omdat spieren eigenlijk de grootste energieverbruikers zijn in ons lichaam. En dat doen ze natuurlijk ook in rust. Dus ook de ruststofwisseling is bij mensen met een spierziekte al lager dan normaal. Als we dan zien dat het bewegen wel meer moeite kost en op dat moment wel meer energie kost, maar dat er veel minder wordt gedaan, heeft dat ook vaak een nog lager effect op de toeslag die dan op dat moment lager wordt. Dus mensen met een spierziekte kun je over het algemeen van zeggen dat daar toch vaak sprake is van een lagere energiebehoefte. Dan wil ik toch even 1 onduidelijkheid uit de wereld helpen. Heel veel mensen denken dat mensen met een overgewicht ook allemaal heel veel eten. Nou, dat hoeft bij mensen met een spierziekte zeker niet het geval te zijn. Als je dagelijks ongeveer 100 calorieën te veel zal eten, dan heeft dat effect op een jaarbasis dat er al gauw een 4 tot 5 kilo bij komt. En ja, hoeveel is nou eigenlijk 100 calorieën? Nou, ik heb het er hier dus even onder gezet met een paar voorbeeldjes. Bijvoorbeeld 2 keer een stuk fruit op een dag extra, 1 keer een grote koek. Ik zou ook kunnen denken aan een half om half gehaktbal in plaats van een runde gehaktbal. Of een schaaltje gewone vla in plaats van een schaaltje yoghurt zonder suiker. Die wijzigingen maken eigenlijk al uit dat er op een dag 100 calorieën minder of meer wordt gebruikt. En dat kan op jaarbasis dus best wel zijn effect hebben. Als we kijken naar welke maatregelen er eigenlijk geweest zijn door de corona, dan zijn er een hele hoop dingen bij die effect hebben op onder andere onze activiteit. We hebben natuurlijk de richtlijn gekregen, ga niet naar de winkel met z'n tweetjes, ga niet onnodig ergens naartoe. Maar we zien ook dat er heel veel activiteiten weggevallen zijn. Als ik denk bijvoorbeeld aan zwembaden die dicht waren. Als we kijken naar fysiotherapie, wat gewoon toch een stuk minder kon worden gedaan en ook vaak verviel, of andere groepssportactiviteiten. Eigenlijk zijn deze activiteiten die verminderd hebben al een effect op het gewicht. Wat we ook zien is doordat veel mensen bijvoorbeeld thuis zijn gaan werken of juist niet naar hun sportclubje konden, dat ze door het vervelen of door de tijd die daardoor beschikbaar was, meer zijn gaan eten. Omdat je thuis werkt is bijvoorbeeld koektrommel in de buurt. Of omdat je niks te doen hebt, ga je toch op een gegeven moment maar misschien iets anders gezellig zoeken. In de vorm van een koekje, een snoepje of iets anders. Of luxer eten.
Ook stress en soms ook het gevoel van het nodig hebben van troost zijn factoren die heel duidelijk in deze onzekere periode kunnen aanleiding geven tot het iets meer eten van calorieën. De veranderingen in de voedselkeuzes zijn ook een probleem die ze in deze periode vooral zich hebben voorgedaan. Normaal ga je misschien zelf naar de winkel en weet je heel goed op welke etiketten je bijvoorbeeld kunt kijken om te zien hoeveel calorieën iets bevat of dat een ander product net wat minder bevat. Op dit moment ga je misschien niet, want alleen kun je het misschien niet. Maar degene die het misschien nu van je overneemt, kijkt misschien net iets minder kritisch naar de producten in de winkel dan jezelf. Wat we ook zien is als er geen andere personen zijn die makkelijk de boodschap aan, dat sommige mensen ook eerder wat zelf gaan bestellen. En het nadeel van bestelde maaltijden die vaak van restaurants afkomstig zijn, zien we dat daar over het algemeen toch veel meer vet in zit en in veel gevallen veel minder groente. Een product wat je normaal natuurlijk best ruim kan eten, zonder dat je er al te veel calorieën van binnenkrijgt. Allemaal effecten van de coronamaatregelen. Ook zien we dat heel veel mensen gewoon wat minder buiten komen, omdat ze ook bang zijn om besmet te raken als ze op een gegeven moment in gesprek komen met iemand die ze op straat tegenkomen. Dat minder naar buiten komen heeft direct weer gevolg voor de hoeveelheid vitamine D die we binnenkrijgen. Vitamine D is eigenlijk een vitamine wat net als veel andere vitamines meehelpt in het bestrijden van ontstekingsreacties en ook natuurlijk voor de botopbouw. Vitamine D daarentegen is niet alleen via voeding te verkrijgen, maar wordt ook zelf aangemaakt door ons lichaam onder invloed van zonlicht. En als we minder naar buiten gaan, zien we dat dat eerder een probleem is. Vitamine D is eigenlijk altijd al bij mensen met spierziekte een risicofactor, omdat we zien dat daar eigenlijk vaak al lagere waardes van worden gevonden. Het is daarom belangrijk om vitamine D eigenlijk altijd toe te voegen. En ook in de maanden waar geen R zit. Hè. Normaal gesproken zeg je vitamine D doe je in de winter, in de zomer hoeft het niet. Maar in dit geval moet het hele jaar door. En ook hanteren we wat dat betreft niet de leeftijdscategorie van onder de 50. Eigenlijk is het zo dat voor alle mensen met spierziekte we aanraden om minimaal 400 internationale eenheden te gebruiken. Tot een jaar of 70. Daarna wordt die dosering nog hoger. Dan wil ik nu het stokje over gaan geven aan Jacqueline. Jacqueline, mag ik jou het woord geven? Ja, goedemiddag allemaal. Ik was al begonnen, maar er was nog maar geluid aan. ik wil jullie vandaag meenemen in de laatste sheet van deze presentatie. En zoals Diana net al vertelde, dan ging het met name over het energie, over het energieverbruik en hoeveel je daadwerkelijk nodig hebt. En wat we dan vaak als vraag krijgen, is het dan zinvol om voor mij een koolhydratenbeperking te gaan gebruiken? Is dat een goede manier voor mij om gewicht te verminderen of in ieder geval minder energie binnen te krijgen? Nou, ik denk dat het daarbij belangrijk is dat we eerst eens gaan uitleggen wat koolhydraten nou daadwerkelijk zijn. Koolhydraten zitten onder andere in brood, maar ook bijvoorbeeld in pasta en in rijst en in fruit. Terug te stappen, eigenlijk in heel veel producten. Ook in aardappelen bij onze warme maaltijd. En die producten die hebben we eigenlijk ook voor een groot deel nodig. We kunnen helemaal niet zonder koolhydraten. En koolhydraten zijn een belangrijke bron van onze voedingsvezels in de maaltijden. Zoals ik net al die producten noemde. Dat zijn producten die ook allemaal over het algemeen veel voedingsvezel bevatten. En veel voedingsvezel levert weer een gezonde buik op. En een gezonde buik is weer belangrijk voor heel veel systemen in ons lijf. Wat is nou een koolhydraatbeperking? Wat je ziet is dat veel mensen koolhydraten gaan vervangen door andere producten. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een plantaardige bodem voor een pizza, of koolhydraatarm brood, of bloemkoolrijst, waarmee ze dus de normale rijst vervangen voor een dergelijk product. Dus dan krijg je nog wel koolhydraat binnen, alleen een stuk minder dan voorheen. Wat wij vinden is dat het belangrijk is dat je goed gaat kijken wat voor jou van toepassing is. Een standaard dieet bij mensen met spierziekte werkt eigenlijk nooit. Dus zorg dat je advies krijgt van iemand die er verstandig over kan vertellen. En zorg in ieder geval dat je minimaal 50 tot 130 gram van die koolhydraten binnenkrijgt. En dat is dan al een beperking. En daarboven is op zich ook niet heel veel erger. Het is alleen zo dat je dan moet kijken naar de koolhydraten die bijdragen aan een gezond patroon. Dus koolhydraten waar die vezels in zitten. Je hebt namelijk ook koolhydraten die, zoals we dat noemen,
toegevoegd zijn. Dus bijvoorbeeld de suiker uit de suikerpot en alle koolhydraten die bijvoorbeeld in koekjes en in snoep zitten. Die koolhydraten kan je natuurlijk heel goed zonder. Dus dan heb je al heel veel winst als je die achterwege laat, want die leveren geen gezonde voedingsstoffen op voor ons lijf. Dus dat is een beetje het verhaal rondom de koolhydraten. Daarnaast hebben we nog een belangrijke bouwstof in onze voeding en dat zijn de eiwitten. Dea, wil jij net even? Ja. De eiwitten in onze voeding zijn ook van belang. Het zijn namelijk onze bouwstenen van de spieren. En daarbij is het van belang bij als je spierziekte hebt, dat je in ieder geval 1 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht binnenkrijgt. En dat wil dus zeggen dat als je een man bent van 80 kilo, dat je 80 gram eiwit per dag nodig hebt. En dan is het goed om dat een beetje te clusteren in porties. Dus een warme maaltijd, zoals je hier ook op het plaatje kan zien, met bijvoorbeeld vis, kip of vlees, bevat over het algemeen al gauw meer dan 20 gram eiwit. Maar bij de broodmaaltijd zien we vaak dat het wat lastiger is. 1 bruine boterham met jam en een kopje thee, kom je misschien net aan 5 gram eiwit. En als je dan ziet dat je 80 gram binnen wil krijgen, dan is 5 gram als ontbijt geen goede start, om het voor maar te zeggen. Stel je dat veranderen in een boterham met kaas en een glas melk, dan kom je al veel beter uit. Dus zo kan je met kleine aanpassingen je voeding al eiwitrijker maken. Om te weten hoeveel eiwit ergens nou in zit, kan je op de verpakking kijken. En dan staat er altijd netjes aangegeven hoeveel eiwit ergens in zit. Nou, ik vertelde net al dat eiwit in vlees, vis en kip zit. Maar daarnaast zit het ook in eieren, kaas, zuivel, noten en ook zeker onze plantaardige producten, de peulvruchten. Als je goed varieert met dit soort eiwitten, krijg je van alle soorten iets binnen. En dat is een mooie variatie in ons patroon. Daarnaast leveren de eiwitten, zoals ik al zei, belangrijke bouwstenen voor onze spieren. En voorkom je dat de spieren extra worden aangedaan. Dus los van wat er gebeurt als gevolg van de ziekte, zien we dat als mensen te weinig eiwit binnenkrijgen, dat er nog een extra aanslag op die spieren kan plaatsvinden. Dus zorg dat eiwitten voldoende aanwezig zijn in je voedingspatroon. Zoals ik al zei, kunnen dat de dierlijke eiwitten zijn, maar zeker ook de plantaardige eiwitten. Een handje noten tussendoor, als er geen slikproblemen zijn, is een prima tussendoortje. Dela? Ik noemde net al even de slikproblemen bij de nootjes, dat is natuurlijk een gekend probleem, dat is een lastig iets om te slikken. Bij spierziekten zien we helaas dat slikproblemen vaak voorkomen. En we willen namelijk verwijzen naar een andere webinar die eerder in 2018 is gepresenteerd over de problemen bij kauwen en slikken. En daar kunnen jullie nog terugkijken wat onze adviezen daarover zijn. En dit is een sheet van onze website. Dea vertelde net al dat we allebei lid zijn van Diëtisten voor Spierziekten. Dat is een netwerk van diëtisten die samen zich inzetten om de zorg rondom patiënten met spierziekten aanzienlijk te verbeteren. En daar kunt u ook zelf informatie vinden op de website. Nou, dat is ongeveer wat ik vandaag wilde vertellen. Hartelijk dank, Dea en Jacqueline, voor jullie interessante presentatie. Ik zag inmiddels al wat vragen binnenkomen en die wilde ik graag beantwoorden via de Q&A. Nu door naar de volgende vragen. De vraag die ik binnenkreeg, kan eiwitrijke voeding beter voor of na afloop van inspanning van sportieve activiteit genuttigd worden? We zien uit onderzoek dat het verstandig is om dat daarna te doen. Maar ervoor mag zeker ook. En zeker als je het een beetje moet verdelen over de dag. Als de portiegrootte bijvoorbeeld niet heel groot kan zijn. Is het allebei niet slecht. Maar we adviseren om in ieder geval na het trainen. Een tussendoortje te nemen met ruim voldoende eiwitten. En dan hebben we het ongeveer over de 15 tot 20 gram. Een voorbeeld daarvan is er bijvoorbeeld een krentenbol met kaas en een bekertje chocomel. Iets wat makkelijk mee te nemen is. Oké. Okay. Dankjewel. Ga ik door naar de volgende vraag. Die ook was ook vooraf ingezonden. Mijn spieren nemen nogal af. Wat kan ik doen met voeding om dat te voorkomen? En wat kan ik doen om het weer toe te laten nemen? Dat is natuurlijk iets wat we van veel meer mensen horen met een spierziekte.
Het kan natuurlijk zijn dat de spiermassa afneemt als gevolg van een spierziekte. Daar kun je op dat moment niet zo heel gek veel aan doen. Wat je natuurlijk wel zou kunnen doen als het gaat op het afnemen van spiermassa als gevolg van een onvolwaardige voeding of door het minder bewegen dan wat je zou kunnen, dat je daar wat in zou kunnen gaan kijken of je dat kan veranderen. En waar we dan inderdaad dus heel duidelijk naar kijken, is wat Jacqueline net ook al benoemde, van neem je wel voldoende eiwitten op, is dat ook op de goede manier verdeeld, maar ook is dat in combinatie met voldoende calorieën erbij. Want heel vaak zien we dat mensen opeens heel veel eiwitten gaan eten, maar vergeten dat daar ook nog andere voedingsstoffen zoals koolhydraten en vetten bij horen, om ook te zorgen dat er voldoende energie is. Want anders worden die eiwitten gebruikt voor de energieleverancier en komen ze dus eigenlijk niet bij het opbouwen van de spieren zeg maar terecht. Het opbouwen van spieren, het aanmaken van echt meer spierkracht, ja, daar is ook een combinatie van nodig met bewegen daarbij. En dat is natuurlijk iets wat je dan in combinatie moet doen. En waarbij ook heel duidelijk bijvoorbeeld het advies van je fysiotherapeut een aanvullende waarde heeft. Want die kan precies zeggen van wat jij wel kan. En zodat je ook een beetje voorkomt dat je misschien gaat overbelasten en daardoor misschien juist op de duur minder zou kunnen. Ja, precies. Dus eigenlijk een meer totaal pakket aan... Je kunt altijd terecht natuurlijk bij een diëtist die je daar eens even mee kan helpen van waar zit bij jou de ruimte en wat zou je op dat moment kunnen doen om het, wat Jacqueline net zei, van neem een bekertje chocolademelk en een cracker met kaas. Ja, zou je misschien op dat moment zeggen van nou, dat is met te veel calorieën. Dan kan die diëtist met jou meekijken van goh, hoe kom je dan wat lager uit die calorieën, maar zodat je toch nog wel voldoende binnenkrijgt om ook die opbouw te voor elkaar te kunnen krijgen. Duidelijk. Ga ik door naar de volgende vraag. Een lid van ons die zegt, bij de ziekte van Pompe is er sprake van een glycogeenstapeling in de lysomen, door het ontbreken van een enzym. Is het mogelijk om middels een aangepast voedingspatroon de opslag van glycogeen te beperken? Hierdoor zou de spiercel pas later ten gronde gaan. Is dat mogelijk? Wil jij beantwoorden, Jacqueline? Of beantwoord ik hem? Nee, het is gewoon een probleem van de stofwisseling en daar kan je eigenlijk met je voeding op dat moment niks mee doen. Nee, helaas. Ga ik door naar de volgende vraag. Zelf ben ik vegetarisch en slik ik proteïne van Bonusan. Maakt dat nog uit? Welke proteïnes je slikt? Ja. Ja, dat maakt zeker wel degelijk uit. Kijk, op zich kan een vegetarische voeding kan prima. Maar als je naar een eiwit kijkt, dan is dat opgebouwd uit een flink aantal essentiële aminozuren. En we zien dat bepaalde plantaardige voedingsmiddelen vaak niet alle aminozuren in één product hebben zitten. Dus je moet bij vegetarisch goed letten dat je erop let dat je dingen combineert. Bijvoorbeeld granen en noten kunnen heel mooi bij elkaar, om maar eventjes iets te noemen. Sojaproducten zitten gemiddeld sowieso in een vrij volledig eiwit. Maar daar zijn bepaalde dingen die je bij elkaar moet combineren. Het toevoegen van een eiwitpreparaat, dat zou kunnen. Maar het is dus heel erg afhankelijk van welk eiwitpreparaat gebruik je op dat moment. Zit die eiwitverdeling met aminozuren daar ook goed in? Dan kan dat een aanvulling zijn als je overdag niet aan voldoende eiwitten komt. Maar ook daarbij is het eventjes van op zich bij een vegetarische voeding hoeft niet altijd een eiwitpreparaat aanwezig te worden gegeven. Ja, het nadeel van die eiwitpreparaten is dat die vaak heel eenzijdig zijn. Dus dan wordt er alleen gesproken over wei-eiwitten bijvoorbeeld. En dan zit er die variatie die ik net probeerde uit te leggen met die soorten plantaardige en dierlijke eiwitten. Die mis je dan, zodat die essentiële aminozuren, dat je die niet allemaal binnenkrijgt. Dus dat is wel belangrijk. En daarnaast, die wei-eiwitten zijn ook uit melkproducten gehaald en zijn het daadwerkelijk ook niet vegetarisch. Dus ik hoop dat ze daar dan een goede keuze in maken, dat ze bewust vegetarisch gebruiken. Ja. Iets om rekening mee te houden. Ja. Ja. Ik kreeg ook een vraag van iemand. Is er iets bekend over de relatie tussen intermitterend vasten en spierziekten / auto-immuunziekten? Heeft u advies ten aanzien van intermitterend vasten? Wil jij dat horen?
Ja, intermediate fasting, dat is een nieuwe trend op dieetgebied. Waarvan we ook wel zien dat er op dit moment veel onderzoek naar wordt gedaan. Bijvoorbeeld tijdelijk vaste tijdens het verstrekken van de chemotherapie bij mensen met kanker. Er wordt veel onderzoek gedaan, maar daadwerkelijke conclusies zijn er nog weinig te trekken. Wat we wel zien is dat mensen die intermittent fasting doen netto minder gaan eten. Omdat ze heel bewust met hun voeding bezig zijn. En dat is dan de winst. Daadwerkelijk grote conclusies kunnen we uit die onderzoeken nog niet trekken. En wat je dan ziet is dat vooral bekende Nederlanders daar in één keer een loopje mee nemen en propaganderen als zijn een heel goed dieet en dat het fantastisch werkt en dat iedereen het moet gaan doen. Nou, op het moment dat je dat veel hoort, moet je al achter je oren gaan krabben, want dat klopt vaak niet. Ja, en als je echt heel lang tussen twee maaltijden laat zitten, wat in feite met dit ook nog wel eens gebeurt, dan zien we vooral bij mensen die een zeer beperkte hoeveelheid spiermassa hebben, dat daar nog wel eens problemen kunnen staan, dat er zelfs op dat moment te laag in de energie, vooral te laag in de suikers in het lichaam gaat zitten, wat soms niet altijd wenselijk is en ook inderdaad het functioneren zelfs kan verminderen. Dus ik zou daar een beetje voorzichtig mee zijn. En als je dan bijvoorbeeld wil proberen wat past, want er zijn natuurlijk meerdere diëten, hoe kan het dan het beste? Is dan de vraag. Nou, als het gaat over het intermediate fasting, er zijn diverse manieren voor. Sommige mensen doen dan bijvoorbeeld 5 dagen in de week opletten en dan 2 dagen vasten. Andere mensen doen weer een aantal uren per week. Maar dan heb je allebei die klachten die Dea net omschrijft, die kunnen daarmee aan de orde zijn. En ik denk echt dat voeding bij spierziekte echt maatwerk is en dat een dieet volgen om af te vallen voor deze doelgroep, om het zo maar even te noemen, echt niet passend is. Omdat het echt maatwerk is, omdat er zoveel meer bij komt kijken waar een gewoon dieet, of dat landt dan vaak in een kerstdieet, waarbij de hoeveelheid calorieën echt net al heel erg laag is, is echt niet passend. Nee, dus eigenlijk is het advies, ga naar een diëtist voor spierziekte. Die advies kan geven op maat gemaakt. Ja, dat is wel een beetje reclame voor onszelf, maar daar komt het eigenlijk wel op neer, of in ieder geval een diëtist in je omgeving. En dan kan je van tevoren navragen of zij kennis heeft. En anders zijn wij altijd bereid als diëtist voor spierziekte om ook als vraagvraag te dienen voor collega's. Ja, en er is natuurlijk ook nog de mogelijkheid, hè? We lieten net in de presentatie als laatste sheet ook de website zien. En op onze website is ook een mogelijkheid om eventueel een vraag te stellen. En je zou dus ook daar bijvoorbeeld de vraag kunnen neerleggen van goh, wie is er binnen mijn werk of mijn woongebied bijvoorbeeld wel aanwezig als diëtist die daar de kennis van heeft of meer het aangewezen punt om de vraag neer te leggen. Het kan ook een inhoudelijke vraag zijn en heel vaak wordt die vraag dan uitgezet binnen het netwerk van diëtisten van wie heeft raad hiervoor of op die manier kunnen helpen ook patiënten, maar ook zelfs mensen die als professional werken, bij ons terecht om informatie te krijgen. Dus die mogelijkheid kunnen ze altijd gebruiken. Nou, dat is heel fijn. Dank voor de mogelijkheid. Dit sluit ook een beetje aan op waar we het eigenlijk over hadden. De schijf van 5 geeft advies aan gezonde personen. En ik verwacht dat personen met een spierziekte dat het advies ook geldt om de schijf van 5 te gebruiken. Ja, je kunt hem gebruiken als kapstok en daarbij is het wel zo dat het advies wat daarin staat, met name met ten aanzien van de hoeveelheden eiwitten, ten aanzien van de hoeveelheden groenten en dergelijke, best wel redelijk kloppend zijn. Vitamines en mineralen en dergelijke zijn over het algemeen voor mensen met spierziekte gelijk aan mensen met geen spierziekte, om het maar even zo te zeggen. Het grootste manco wat er eigenlijk in de schijf van 5 zit, is dat de hoeveelheid calorieën die erin verwerkt zitten, en dat is dus heel vaak de hoeveelheid brood, de hoeveelheid vet en dergelijke, dat die vaak te veel calorieën leveren als je dat bekijkt voor onze patiëntengroep met spierziekte. Vooral de mensen met behoorlijk veel spieruitval zullen met de hoeveelheden calorieën die in de standaard richtlijn van de schijf van 5 zitten, gewoon echt niet uitkomen. Dus hij kan als basis, maar hij moet aangepast worden, om het maar even zo te zeggen. Ja, precies. Nog even terug op die eiwitten. Er is hier iemand die geeft ook aan dat hij extra aanvullingen voor eiwitten gebruikt. Alleen de smaak valt verschrikkelijk tegen. En zijn er ook alternatieven die vergoed worden? In dit geval gaat het om een ProSource. Mm-hmm.
Weten jullie of er andere alternatieven zijn? Er zijn natuurlijk meerdere eiwitpreparaten die ook wel deels ook wel vergoed worden. En of het nou over een brochure gaat qua smaak. Ook met heel veel van dat soort producten is ook van hoe verwerk je ze eventueel. Want daar zitten vaak soms ook mogelijkheden in. Als je het over een product als brochures hebt, dan is het vaak behoorlijk zoet. En we zien vaak dat als je het verdunt met water tot een soort van oranjeachtig product, of het als een soort van vruchtensiroop door een yoghurt gebruikt, dan zie je bijvoorbeeld dat het dan soms al makkelijker gaat. Maar er zijn wel degelijk verschillende eiwitpreparaten, waarvan er ook een aantal wel voor vergoeding in aanmerking komen. En die ook niet altijd even hoog in de hoeveelheid calorieën zitten. Dus dat is wel een ding om op te letten. Maar die zijn er dus wel. Ja, die zijn er dus wel. Ja. Ik krijg de vraag van iemand, hoe maak je dus de voeding smeuiger? Zodat het beter, dat ik het beter kan doorslikken zonder al te veel calorieën toe te voegen. Ja, als het dan gaat over de warme maaltijd, wat wil jij zeggen, Dea? Nou, je mag wel vertellen. Ik heb die andere webinar al gedaan. Als het gaat over de warme maaltijd, wil ik het even splitsen. De broodmaaltijden, die kan je bijvoorbeeld de boterhammen vervangen voor een brinta of een havermout. En ook daar kan je weer allerlei smaakvariaties in aanbrengen, door bijvoorbeeld kaneel of geraspte appel toe te voegen, zodat je daar een beetje variatie in hebt. De boterham zelf wil soms wel helpen als je daar de korsten afhaalt en smeerbaar beleg kiest in plaats van los beleg, zodat het wat makkelijker glijdt. En ook daarin heb je bijvoorbeeld de keuze van een magere smeerkaas. Dat als variatie als je wat magere producten wil kiezen. En bij de warme maaltijd is het advies om de aardappelen niet met een blender te doen, omdat ze dan heel erg lijmerig worden van structuur, maar heel goed te prakken en eventueel door een ouderwetse roerzeef te halen. En als je die dan samen met de groenten vermengt, dan wordt het vaak al wat smeuiger. En is dat niet voldoende, moet het nog gladder gemaakt worden, dan is het advies om wat bouillon toe te voegen. En vroeger was het advies altijd om room of slagroom of dat soort dingen. En dan zie je inderdaad dat je calorieën heel erg omhoog gaat. En als je wat dun verlengde bouillon, hè, dus een bouillonblokje wat je normaal op een kwart liter doet, en je doet dat op een halve liter en je zet dat in de koelkast, dan kan je dat gebruiken om de warme maaltijd wat smeuiger te maken. Ja, en op de boterham zou je natuurlijk ook nog kunnen denken om in plaats van de smeerkaas eventueel een light variant van een Philadelphia, bijvoorbeeld een roomkaas, te pakken. Roomkaas is natuurlijk heel vet, maar de light variant is een stuk lager. En die heeft als groot voordeel dat die een stuk minder plakt bijvoorbeeld dan dat een smeerkaas dat doet. Dus als het grootste probleem in de mond ligt om het met name smeuig en makkelijker te verplaatsen, dan wil dat bijvoorbeeld helpen. Ook een vruchtenmoes kan natuurlijk prima om te helpen om het brood smeuig te maken of andere stofjes toevoegen waardoor er iets meer speekselproductie komt. Denk aan een klein beetje mosterd op een kaas of een vleeswarenproduct, waarbij een filet of iets dergelijks prima een optie kan zijn. Dan zie je dat door die extra speeksel dat voedsel een beetje smeuiger wordt, wat vochtiger wordt en daardoor ook makkelijker te verplaatsen is. Het voorbeeld wat je noemt bij de warme maaltijd is natuurlijk helemaal prima. En je zou natuurlijk ook kunnen denken aan wat veel mensen doen, het met een soort van appelmoes of iets dergelijks op smeuïge maken. Het nadeel daarvan is alleen dat alles op elkaar begint te lijken. En dat is natuurlijk een beetje jammer. Dat stimuleert niet echt om de eetlust te verbeteren. In sommige gevallen kan een heel klein beetje frietsaus met 5% vet bijvoorbeeld een optie zijn. Wat ook bepaalde gerechten heel mooi smeuïg kan maken. En dan zit je dus ook niet zo heel hoog met je vetpercentage. Ja, en het voordeel is inderdaad het aansluiten op dat wat Dea vertelt. Als je het goed en nat gebruikt van het koken of de bouillon, dat je inderdaad die smaakvariatie per maaltijd hanteert. Hè? Dat je die echte smaak van de groente in je gerecht blijft herkennen. Ja, de originele smaak. Zoveel mogelijk. Ja. Dank jullie wel. Goeie tips. Een vraag van iemand die zegt, ik heb FSHD en dat betekent dat mijn spierweefsel vervet. Heb ik daardoor ook een iets hoger vetpercentage? BMI is gemiddeld. Je zou dat kunnen vaststellen door een BIA-meting, een vetvrije massameting te doen. En kijken in hoeverre daar echt sprake van is en in welke mate dat ook een omvang neemt. Met verbindweefsel en vervetting van spieren zien we inderdaad wel. Maar het grootste probleem wat er eigenlijk is ook vaak dat de hoeveelheid spiermassa afneemt.
Dus er zal wel iets van vet bijkomen, maar of dat nou echt hele grote hoeveelheden zijn, dat durf ik eigenlijk zo 1, 2, 3 niet te zeggen. Nee, ik denk los van de normale proces wat ook bij veroudering optreedt, denk ik niet dat er echt een extra verzetting van de spiermassa is. Bovendien is het waarschijnlijk dan ook, als dat gebeurt, dan zit het waarschijnlijk op het gebied van de spieren en dan zien we dat het wat minder gelokaliseerd zal zijn op het buikgebied. En als we het hebben over extra vet, dan is juist dat vet wat op die buiklocatie zit het grootste risico, zeg maar, voor gezondheidsproblematiek. Het zit in de weg met je ademhaling. Dat buikvet is wat actiever voor je diabetes, wat ik net ook al zei en dergelijke. Dus dat zou je dan, als het echt op de lokale plek blijft zitten, zou dat ook waarschijnlijk biologisch gezien en met name in je metabole systeem waarschijnlijk minder een probleem zijn. Maar ik ga ervan uit dat het een beperkte hoeveelheid ook is. Iemand vraagt, begrijp ik nu dat half om half gehakt beter is dan runder gehakt? Nee, andersom. Andersom. Runder gehakt is dus beter dan half om half gehakt. Ja, het vetpercentage van half om half gehakt is gewoon vele malen hoger dan van een mager runder gehakt. En dat kan je op een gemiddeld balletje bijna 100 calorieën schelen. Dus ja, het is alleen wat we vaker horen is dat het runder gehakt wat droger is en daardoor soms wat lastiger is met slikken. Maar vaak als je daar een heel klein beetje paneermeel of een kwart van een beschuit bijvoorbeeld bij doet en je doet daar een klein beetje melk bij in, dan houdt dat melk, zeg maar, de vocht in je runder gehakt wel en dan wordt die ook veel minder droog en dan is die ook vaak veel makkelijker te slikken. En dat scheelt, hè, je zou zeggen paneermeel zit er de koolhydraten in, maar dat levert vele malen minder calorieën op, minder energie op dan dat die hoeveelheid vet oplevert als je dat beperkt. Dan nog een vraag over welke vitamine D raden jullie aan? Ik zie bijvoorbeeld D3 staan. Zijn er specifieke types die jullie aanraden? Ja, eigenlijk standaard D3. D3? Ja. Ja, en dan wil ik daar ook wel bij aangeven dat het niet... Zeg maar. Oh, sorry. Dan wil ik wel bij aangeven dat het niet per se de duurste hoeft te zijn in de winkel, maar dat het ook gewoon van het huismerk mag zijn van welke winkel dan ook. En de D3 die we in Nederland kopen is van goede kwaliteit. Alleen even goed rekenen soms, want er zitten heel veel potjes met verschillende doseringen. Dus weer het advies om goed op de etiketten te kijken. Ja, ja. En de hele kleine tabletjes zijn vaak makkelijk te slikken, eventueel met iets dik vloeibaars. Dat mag met een beetje yoghurt of met een beetje vruchtenmoes zijn. Er zijn ook eventueel capsules, die worden vaak verstrekt via de huisarts op recept. Die zijn wel veel duurder, maar die glibberen wat makkelijker weg. En het is zelfs ook mogelijk, als dat niet in capsulevorm kan, wordt het soms ook nog wel op waterbasis gedaan. En dat is voor sommige mensen makkelijker in te nemen. En is er ook een reden waarom er bij vitamine D bij spiermassa vaker een probleem is? Helemaal duidelijk is dat niet. Maar wat we wel zien is dat heel veel mensen gewoon vaak ook door de fysieke beperking minder buiten komen. En we zien dat daarbij natuurlijk de aanmaak die door de zonlicht wat op de huid komt, daardoor gewoon minder aanwezig is. Soms een verklaring zou kunnen zijn, de meeste mensen die stilzitten hebben het eerder koud, misschien eerder dikke trui aan en daardoor misschien ook meer bedekt zodat je minder binnenkrijgt. Maar dat is niet iets wat alles verklaart. Maar wat je wel ziet, omdat je minder calorieën verbruikt, hè, de meeste mensen bewegen minder, eten daardoor minder brood en besmeren daardoor het brood ook niet met halfrine of margarine. En dat is een van de belangrijkste voedingsmiddelen, zeg maar, waar wij uit onze vitamine D halen, naast vette vis. Als je die boterhammen in plaats van 5 boterhammen wat iemand gemiddeld eet en maar 2 eet op een dag, krijg je ook daardoor gewoon minder met je voeding binnen. Dus ja, de combinatie daarvan is waarschijnlijk toch een van de grote redenen waarom ze altijd wat lager zitten. Dankjewel. Kan het zijn wanneer je minder koolhydraten eet, je slap en vetloos voelt? Nee. En dan bedoel ik brood vervangen door salade, kan dat? Ja, dat kan zeker. Ja, zeker als je onder die ondergrens zit, zoals ik hem net noemde, van die 55 gram. Als het daaronder zit, is het zelfs kwalijk. Dus het is echt belangrijk om goed te letten op de hoeveelheden en jezelf niet te strenge beperkingen te leggen. En je zou er dan voor kunnen kiezen, als je toch graag die salade wenst te gebruiken, om dan een lichte cracker bij te nemen, zodat je het net ietsje oplust.
Het koolhydratenperk moet je er echt op letten dat je de snelle suikers, zoals die siropen, sappen, vruchten, smoothies, koek, dat je die eruit laat. Maar als je probeert bij de maaltijden de gezonde vezelbronnen, zeg maar, zoals brood, aardappelen, pasta, wel te gebruiken. Ja. En je kan natuurlijk ook in je salade er altijd nog aan denken om daar wat doppertjes of wat mais of misschien wat kidney beans en dergelijke in te doen. Wat natuurlijk ook juist wel die goede koolhydraten levert. Ik heb nog een vraag. Hoeveel eiwitten zijn er zinvol per dag? Maar ik begreep dat het dus afhangt van je gewicht. Ja, dus 1 gram per kilogram lichaamsgewicht. Gewenst gewicht dan wel te verstaan. Ja. Dus ben je te mager, dan moet het wat meer zijn dan waar je op uit zou komen. Dan heb je echt een overgewicht. Ja, dan moet je dus echt wel wat lager gaan zitten. Dan zou je nog grofweg die BMI van 25 of 24 kunnen handhaven om... Dus even te kijken waar je op uit zou moeten komen. Dat geldt dan vooral voor de mensen met een behoorlijk overgewicht. Ja, over BMI gesproken, daar heb ik het nu ook over. Wat is er een juiste berekening, of betere berekening bij BMI bij spierziekte? Ja, je kunt het eigenlijk niet voor de hele groep in één keer zeggen. Want het maakt gewoon echt wel heel erg veel uit welke spierziekte je hebt en ook in welke fase je daarvan bijvoorbeeld zit. Als ik bijvoorbeeld iemand neem met Duchenne in een rond de leeftijd van een jaar of 15 tot 20. Ja goed, dan zit ik met zo weinig spiermassa dat mijn BMI echt wel een heel stuk lager mag zijn dan de BMI van 25. En dan zou ik eerder gaan zitten denken aan een BMI van 21 misschien. Heb ik iemand die in de beginfase van een FSHD zit, ja, dan zit ik helemaal nog niet zo gek af van een BMI van 25. Het BMI 24 zou dan misschien een hele goede maat zijn. En je kunt dat eigenlijk zelf berekenen door je gewicht dus te gaan delen door je lengte in het kwadraat. En daarbij is het belangrijk dat je kijkt van nou, hoeveel spiermassa zou ik nou missen? Heb je bijvoorbeeld uitval van je grote beenspier, ja, dan zijn dat best wel wat kilo's spiermassa. Maar heb je een spieraandoening die bijvoorbeeld alleen maar in het hoofd-halsgebied zit, daar zitten gewoon veel minder spieren. Daar kan je wel heel veel klachten van hebben. Maar dan zal dat op je BMI niet zoveel doen. Dus het is echt afhankelijk van wie ben je, wat heb je en ook daarbij nog hoe groot ben je. Want iemand die gewoon 1,80 meter is, mag net iets meer hebben dan iemand die 1,60 meter is. Maar in die BMI valt dat wel weg. Dus vandaar dat je die grens aan moet houden en vooral bepalend is dus van nou welke ernst van je spierziekte zit daaronder en hoeveel spiermassa gaat daarbij bij verloren. En hoe meer daarbij weg is, hoe lager eigenlijk je BMI zou moeten, waarbij ik denk dat je met een BMI van 1,22 als bovengrens wel heel laag zit. En passend is bij mensen met echt behoorlijke spieruitval. Ben je het daarmee eens, Jacqueline? Ja, zeker. Ja. Er is ook iemand die vraagt zich af, mag ik volledig veganistisch eten als ik een spierziekte heb? Ja, mogen altijd. Het is belangrijk dat je je eigen wensen volgt, want dan is het ook goed vol te houden. Maar dan wel lettend op de variatie ook in die eiwitten. Wat Dea net ook vertelde, dat je goed kijkt en de combinaties maakt met de goede koolhydraten gecombineerd met de eiwitten van een plantaardige bron. Ja, je moet dan ook niet gek kijken. Daarnaast is het van belang om dan in ieder geval je B12 in de gaten te houden. En dat kan je laten doen of je de huisarts het laten prikken. Want als je lang veganistische maaltijden gebruikt, dan bestaat de kans dat het B12 niveau in je bloed wat lager is dan wenselijk. En het kan ook in deze gevallen soms echt wel nodig zijn om wel een eiwitpreparaat te hebben. Dan kan je bijvoorbeeld te gebruiken. Dat zou bijvoorbeeld een soort van kikker of een echte eiwitpoeder kunnen zijn. Maar daar moet je dan echt gericht naar gaan kijken. Van red ik het wel bij dat veganistisch? Want het is best wel lastig. Ja, zeker. Maar aan de andere kant, als iemand echt sexy wens hebben, is het denk ik wel heel belangrijk om er goed naar te kijken. En dat zijn vaak ook mensen die heel gemotiveerd zijn om dat goed te doen. Dus dat is een leuke puzzel. Dus eigenlijk weer advies inwinnen bij een gespecialiseerde diëtist. Als je er zelf niet uitkomt, zeker. Ja. Ja. Er was nog iemand die graag nog wat voorbeelden wil hebben hoe die aan 50 tot 130 gram koolhydraten komt.
Nou, vaak zitten we er eigenlijk net al wel boven. Het is vaak belangrijk om de verpakkingen te lezen van het product, om te kijken van, hey, wat zit nou daarin? Op de verpakking staat het vaak weer 100 gram en niet per portie. Dus dat is een belangrijk iets om even naar te kijken. En dan is die getallen die ik heb genoemd, is echt het minimum wat je binnen moet krijgen bij die koolhydraatbeperking. En eigenlijk is mijn boodschap dat een koolhydraatbeperking niet altijd de slimste keuze is. Maar dat het met nadruk van belang is dat je de snelle suikers, zoals die koek en suiker uit de suikerpot en alle toegevoegde suikers en de vruchtensappen en de smoothies, dat je die achterwege laat, dat je dan al heel eind bent. Wat je natuurlijk ook altijd nog kan doen, is eventueel gebruik maken van de Eetmeter. Dat is een berekeningsprogramma van voeding, wat van het voedingscentrum is. En daarbij kun je producten invoeren en dan kun je ook per gebruikseenheid zien hoeveel eiwit en hoeveel vet en hoeveel koolhydraten dat eventueel levert. En dat ook eventueel afzetten tegen andere producten. En dat kan je helpen om een beetje idee te krijgen van goh, hoeveel koolhydraten zitten er nou in mijn sneetje brood. Of hoeveel zitten er nu in, het maakt niet uit wat je pakt, in mijn portie bloemkool of wat dan ook. En daarbij kan je dus wel een beetje idee krijgen en inzicht krijgen van goh, waar haal ik nou mijn calorieën bijvoorbeeld ook vandaan. Het is even werken, maar het geeft wel goed inzicht in de producten en het kan je helpen met het kiezen tussen producten. Ja, wat ik daarbij zelf wel altijd aanbeveel is om niet op de adviezen die die app geeft of op de website verstrekt worden. Die gaan uit van de gezonde populatie, om het zo maar te zeggen. Dus het is een heel mooi middel om die getallen zichtbaar te krijgen, maar dan zal je ze zelf moeten beoordelen. Die Eetmeter die staat ook volgens mij op het voedingscentrum. Ja, op het voedingscentrum en er is een mooie app van op je telefoon. Ja, precies. Ja, maar dus net iets anders interpreteren als ik hier zo hoor. Nou ja, vooral de reactie die je krijgt van u eet genoeg of u eet te weinig. Daar wordt natuurlijk uitgegaan van mensen met een normale hoeveelheid activiteit en dergelijke. En wat ik ook in het verhaal al wel zei, is dat mensen met spierziekte eigenlijk ook een lagere rustopwisseling hebben. Mensen met spierziekte zitten eigenlijk dus altijd lager in die energie. Dus je zult heel makkelijk krijgen dat je daar bepaalde dingen juist wat meer van zou moeten gebruiken. Dus dat is de keerzijde van de medaille. Maar om met name te zien van welke producten heb ik en wat levert het mij nou. En eventueel ook soms op producten kunnen kiezen. Dat je ook zegt van, goh, ik hoef niet in de winkel op de potten te gaan kijken. Wat staat er op het etiket? Zonder bril lukt het me niet. Kan je sommige dingen ook thuis al uitzoeken. Ik zeg van, nou, daar kan ik mijn voordeel mee doen. Daar zit net wat minder vet in. Of een beetje de idee te krijgen welke producten leveren nu het meeste koolhydraten. Om maar even iets te noemen. Ja, of om te kijken bijvoorbeeld, nou, als ik dit ontbijt, dan levert het me dit op. En als ik dat ontbijt, levert het me dit op. Dus dat je voor jezelf gaat zitten vergelijken, zeg maar. Daar is het een prima middel voor. Ja, en ook mooi om je eiwitten te kijken voor je ontbijt vooral. Ja, precies. Ja. Ik krijg ook nog vragen over bepaalde diëten. Het Ayurvedische leven- en eetstijldieet en het ketondieet. Zijn dat diëten die jullie aanbevelen voor bepaalde spierziekten? Ik maak er gemiddeld niet zo heel vaak gebruik van. Ketodiëten worden heel enkel gebruikt, maar voor mij is dat echt uitzondering. Hetzelfde. De volgende vraag. Ik heb van een endocrinoloog het advies gekregen om minimaal 4 zuivelheden per dag te eten. In verband met botdichtheid. Is er een verschil in halfvolle, volle zuivelproducten met betrekking tot calcium? Ja, ik wil het wel beantwoorden. Als het gaat om het gebruik van zuivelproducten, heeft iemand advies gekregen om 4 keer per dag zuivel te gebruiken en maakt het dan uit of je mager of volle producten gebruikt. Als je dat gaat bekijken per verstrekking, dan zit er tussen volle en halfvolle producten relatief weinig verschil. Wat je wel kunt zeggen is dat je bijvoorbeeld ook een melkproduct kan vervangen door bijvoorbeeld een plak kaas. Hè. Dat is ook wat soms mensen nog wel eens een keertje doen. Dan maakt het wel uit dat je bijvoorbeeld heel anders in je energie uitkomt. Een gemiddelde plak kaas levert veel meer calorieën omdat er meer vet in zit dan een glas melk, om maar iets te noemen. Terwijl ze qua hoeveelheid kalk aardig met elkaar overeenkomen. Als we de melkproducten vergelijken, dan is het alleen even goed om een onderscheid te maken tussen melkproducten en met name kwark en skier. Met name de kwark en de skier die zitten weer wat lager in calcium.
Dus als je nou melk pakt of karnemelk pakt, of dat het nou volle of halfvolle is, of een schaaltje yoghurt, dat maakt op zich niet zo heel gek veel verschil uit. Dus ik zou gewoon zeggen van pak 4 producten die je daarin het meest prettige vindt. En dan gaan we uit van producten van ongeveer 150 milliliter per keer. Dat is misschien ook wel even goed om bij te vermelden. Want een beker melk kan heel erg verschillen van grootte. Ja, wat jij ook aangeeft, hè, dat het heel belangrijk is als je dat voor langere periode 4 maal daags wil gebruiken. Dat je ook iets kiest wat bij je past en wat je lekker vindt. Ik kijk ook even naar de tijd. We hebben nog ongeveer 6 minuten en ik heb nog best wel wat vragen ook staan. Dus ik zal proberen zoveel mogelijk vragen te stellen. Maar ik weet niet of het gaat lukken om alles te beantwoorden. Ook gezien jullie tijd. Dus ik ga even door naar de volgende vraag. Heeft het innemen van proteïnesupplementen zin na het sporten? Volgens mij hebben we daar antwoord eigenlijk net ook al over gegeven. Het innemen van eiwitten is goed. Dus in die zin mag dat een normaal product zijn. Maar je zou ook inderdaad naar iets anders kunnen kijken. Maar iets eiwit na een activiteit is zinvol. Ik ervaar geen kou- en slikproblemen, maar ik eet wel heel traag ten opzichte van anderen. Kan dat toch met mijn spierziekte te maken hebben? Zeer zeker. Ja, dat kan zeker. Ja, dus dan merk je in principe niet de moeite, je verslikt je niet. Maar wat veel mensen vergeten is dat eten aan zich een enorme belasting is op je energie. En als het dan langer duurt, dan kan er gedoe ontstaan, zoals ik dat bijvoorbeeld schrijf. Dat je, als je door middel van het aanpassen van de maaltijden, die maaltijdtijd wat kan verkorten, is voor sommige mensen toch wel prettig om te voorkomen dat je de hele dag bezig bent met eten. Dus een beetje individueel. Sommige mensen vinden het prima om er zo lang over te doen en ervaren er geen probleem mee. Maar waar je voor moet waken is dat, dat het je daginvulling gaat worden. Ja, plus dat je vaak... Wil je dan niet op aanvullen? Ja, wat je vaak ziet is als het eten echt langer gaat duren. Hè, vaak heeft dat ook te maken met vermoeidheid van de spieren. Je ziet ook op het moment dat die maaltijd langer duurt, dat het eten over het algemeen ook een stuk kouder wordt en daardoor minder smakelijk wordt. Vet soms ook wat gaat stollen en dat een heel vervelend mondgevoel kan geven. Het effect is daardoor vaak dat mensen minder daardoor gaan eten en het risico toch wel een beetje erbij komt dat iemand ongewenst daardoor gewicht gaat verliezen. Dus dat is altijd iets om even alert te zijn. Dat is zeker een alertpunt, ja. Nou, over afvallen gesproken, dus iemand die zegt, ik volg een dieetproject gezond. Misschien heeft in het verleden ook andere diëten gevolgd. Maar elke keer als ik een dieet volg, dan ben ik in periodes echt intens moe. Kan dit samenhangen met de spierziekte? Maar ik let erop dat ik niet heel veel afval. Het kan dus wel, ja. Het kan toch net te maken hebben met het feit dat je te weinig koolhydraten overhoudt. Waardoor je toch zeker bij het doen van inspanningen die vaak... op dat moment topsport zijn, hè, vaak wel kortdurend, maar waarbij toch relatief veel suikers worden verbruikt, dat gewoon eigenlijk je suikervoorraad in je spieren, het glycogeen, niet voldoende aangevuld wordt. En dat geeft heel duidelijk vermoeidheidsklachten. Dus je kunt soms dingen dan minder lang volhouden. En er is ook iemand die vraagt, wat wordt nou bedoeld met energiebehoeften? Dat is de totale hoeveelheid energie die je op een dag nodig hebt. En waarbij ik wil aangeven dat de energie uit calorieën uit eten. En dat is niet de energie die je ervaart of hoeveel energie je hebt om dingen te ondernemen. Dat is een groot verschil. Dus waar wij het over hebben bij energiebehoeften is het aantal kilocalorieën wat je nodig hebt. En dat is dus wat we in het eten binnenkrijgen. En dat wordt dus bepaald, hè, door hoe je lichaam samengesteld is, hoe groot je bent en... wat je ook s'nachts aan energie verbruikt voor ademhalen, lichaam op temperatuur houden en dergelijke. En wat ook bepaald wordt door de toeslag die er bijvoorbeeld is bij ziekte, maar ook bijvoorbeeld bij activiteit. Die hoeveelheid wordt samen bij elkaar opgeteld, de energiebehoefte. Dank. Ik krijg ook een vraag. Zijn er adviezen om rusteloze benen en stijfheid, spasmen te verminderen? Ik kreeg al van iemand een tip die zei dat als hij niet snoepte, dat hielp. Wat zijn jullie ervaringen?
Je ziet wel dat er een aantal verschillende factoren kunnen zijn die invloed hebben op onrustige benen en ook op krampen en dergelijke. En in heel veel van die gevallen zie je soms dat producten als wat extra magnesium, wat extra vitamine E en dergelijke daar heel duidelijk een positief effect in kunnen hebben. Veel onrust in de benen wordt ook veroorzaakt doordat er wat meer vocht in de benen zakt in de loop van de dag, vooral als je een zittend bestaan hebt. En daardoor zie je eigenlijk dat die doorbloeding door de vocht een beetje wordt dwarsgezeten. En dat geeft ook vaak aanleiding tot onrust. Ook zie je vaak dat er meer onrust in de benen ontstaat in de avond als je overdag vrij veel gedaan hebt. En dan zie je inderdaad dat die glycogeenvoorraad verandert. Hè? Suikers en glycogeen, dat heeft een beetje met elkaar te maken. En je ziet dus inderdaad dan dat dat een rol kan spelen. Meer suikers is nou niet meteen hetgene wat meer onrust geeft, maar ben je gewend weinig suikers te gebruiken en ga je opeens veel suikers eten, dan zie je dat lichaam meer vocht vasthoudt en dat geeft dus echt een verschuiving van die mineralen in het lichaam. En dat kan wel oorzaak zijn waardoor je je wat minder prettig voelt daarmee. Okay. Ik krijg nog een tip. De vraag, hebben jullie tips hoe je jezelf kan wegen als je niet zelf op de weegschaal kan staan? Is een manier om een BMI te bepalen? Ja, er zijn wel manieren om dat te doen, maar het is vaak niet altijd even praktisch. Wij proberen in elk geval in de revalidatiecentra mensen wel de mogelijkheid te bieden om te wegen. En heel vaak doen wij dat dan voor mensen die in de rolstoel zitten door een weegplateau te hebben waarop ze eigenlijk zichzelf op kunnen rollen. En dan zeg maar met de rolstoel te kunnen wegen. Als je dan eenmaal weet wat je rolstoel weegt, dan hoef je daar de volgende keer geen ander iemand bij nodig te hebben om door er gewoon op te rijden en de rolstoel weer af te trekken, kun je het verschil dan zien. In de instelling wordt vaak ook nog wel gebruik gemaakt van zitweegschalen. Maar goed, dan moet je al wel een transfer kunnen maken. En dat is wat minder toegankelijk ook, om het maar even zo te zeggen, omdat daar eigenlijk altijd wel hulp bij nodig is. En wat we soms zien is dat als je niet meer kan staan en bijvoorbeeld wel thuis een tillift hebt, dan is het soms ook mogelijk om daar een soort van weegunit in te zetten. Maar het is nog aardig in de prijs en wordt eigenlijk niet frequent ingezet. Mensen die echt niet gewogen kunnen worden, die willen wij nog wel eens een keertje vragen om bijvoorbeeld de armomvang aan de bovenkant te meten. Of te kijken of ze de buikomvang bijvoorbeeld kunnen meten. Dan kan je in elk geval zien of er verschil in gewicht zit. Maar dat zegt je helaas niks over je BMI. Dus in die zin, buikomvang zegt wel iets over je gewicht. Of je een te hoog of een te laag gewicht zit. Maar daar moet je bij de mensen met spierziekte een beetje voorzichtig mee zijn. Want op het moment dat je buikspieren zwakker worden, dan zie je ook dat de darminhoud ruimte gaat zoeken. Als je minder rechtop zit, ga je meer voorover zitten. En dan komt ook die buik in de verdrukking en meer naar voren. Dus die buikomvang is, vind ik altijd ook een beetje toch wel lastig. Maar dat is dan puur van, ik heb niks anders, dan is dat een optie. Ja, en wat ik er nog wel eens adviseer, inderdaad, zo'n weegplateau is soms ook aanwezig bij verpleeghuizen. Dus dan zou, maar dat kan nu met coronatijd wat minder goed, maar je zou kunnen informeren of een verpleeghuis in de buurt de mogelijkheid wil bieden dat je daar af en toe even op de weegplateau komt rollen. Ja, ik heb het ook wel eens gehoord over revalidatiecentra. Ja, wij hebben het zelf ook, maar dat is niet voor iedereen altijd beschikbaar. Nee. Ik werk zelf in een regio waar de patiënten komen ongeveer een cirkel van 80 kilometer om mij heen naar mij toe. Dus dan is het niet altijd mogelijk om alleen voor te wegen te komen. Nee, dat is bij ons precies hetzelfde probleem. Ja, oosten van het land is dat ook van Emmen tot Winterswijk, noem maar op. Het zijn grote regio's, ja. Ja, dus de verpleeghuizen hebben vaak ook een weegschaal. Dus als je dat dan daar kan regelen, nu ze ook weer ietsje meer open zijn, is dat altijd nog een optie. Want dan kan je het zelf gewoon wat beter in de gaten houden. Ja. En over BMI gesproken, want jullie zeiden net dat iemand de spierziekte aan minder BMI genoeg heeft. Tenminste, dat heeft deze persoon begrepen. De meeste diëtisten sturen wel naar een BMI van een gezonde mens. Maar hoe kun je bepalen of je BMI gezond is, vooral bij een laag gewicht? Want er zijn natuurlijk ook mensen die ondergewicht hebben. Ja, eigenlijk als je daar meer echt in wil kijken, dan is het eigenlijk heel zinvol om te kijken of je een BIA kan laten doen. En dat is eigenlijk zeg maar een meting waarbij je de lichaamssamenstelling kan beoordelen. En dan kan je daar ook wat zinnigers over zeggen.
Eigenlijk hou ik zelf heel vaak aan voor mensen met een spierziekte om toch een ondergrens aan te houden van een BMI van 18,5. Met een enkele uitzondering daarbij waarbij ik nog iets lager ga zitten. En dat heeft puur ook te maken dat als je daar echt onder gaat zitten, je vaak ook ziet dat met name het zitten op zich minder prettig gaat worden. Omdat er ook gewoon minder beschermlaag onder de zitbeenderen en dergelijke komt. En ook het risico op bijvoorbeeld de cubitus en dergelijke, doordat je niet zo makkelijk kan verplaatsen, anders toe gaat nemen. Dus dat is heel vaak de ondergrens die we hanteren. Er zijn echter nog wel mensen met spierziekte, vooral dunne vezelneuropathie om er iets te noemen, waarvan we toch ook heel vaak zien dat die daar soms nog wel onder kunnen zitten zonder dat dat een echt probleem is. Ja. Ik kijk ondertussen even naar de tijd. Ik had ook begrepen dat jullie de tijd meer weg moeten. Kunnen we nog enkele vragen beantwoorden? Of, wat mij betreft mag het wel. Ik moet heel even spieken in mijn agenda, volgens mij. Dat is ik om 2:30 een andere afspraak. Ik ben zo terug. Ja. Nee, het gaat sowieso niet lukken om alle vragen te beantwoorden. We hebben nog best wel wat vragen te antwoorden, maar wellicht dat we het een en ander schriftelijk kunnen toelichten en kunnen bundelen voor mensen die hier vragen hebben gesteld. En dat we dat eventueel kunnen terugkoppelen in de nieuwsbrieven. VitaPro, kun je daar nog iets over zeggen? Is dat iets voor mensen met een spierziekte? Daar wordt nu volop mee gepromoot. VitaPro is vooral een preparaat wat ook vaak met het bepaalde eiwitten en dergelijke zit. Ja, het kan wel, maar op het moment dat je voldoende eiwitten hebt, heeft het dus geen aanvullende waarde. Op het moment dat je zegt van goh, ik zit krap in mijn eiwitten, dan kan het enige aanvulling hebben, maar er zijn ook andere pillen voor. Dus op zich, ja, het is niet strikt nodig, laat ik het zo zeggen. Nee. Jacqueline. Ja, ik heb nog 5 minuten. Je hebt nog 5 minuten, goed. Gaan we nog 5 minuten door en dan proberen we de rest schriftelijk te beantwoorden en te bundelen. Dus iemand die heeft die DVN en die heeft last van vertraagde maaglediging. Is er voeding wat je beter wel en niet kan eten? Ja, er is voor vertraagde maaglediging best wel een redelijk uitgebreid advies. Het maakt sowieso bijvoorbeeld bij vertraagde maaglediging uit of je voeding heel fijn aanbiedt of dat je het in normale structuur aanbiedt. Hoe fijner, hoe gladder, hoe minder die maag ermee te doen heeft. Dus dat zie je dat vaak makkelijker gaat. Het is altijd belangrijk om voeding goed te spreiden over de dag en in kleine beetjes tegelijk aan te bieden. Maar ook de samenstelling van de voeding heeft invloed op de snelheid waarop iets de maag uit kan gaan. En daarbij zie je dat voeding die vetter is of hoger in de eiwitten zit ook vaak wat lastiger passeert. Dus daarbij is het wel belangrijk dat als je eiwitten en vetten gebruikt, dat je dat ook in een mooie mix doet met wat koolhydraten. Dus een beetje afhankelijk van wat die maag nog doet en wat die nog doorgeeft, is het in eerste instantie dus goed verdelen over de dag. Zorgen dat je de voeding goed fijn gebruikt. En daarbij eventueel gaan kijken van, goh, moeten we nog aanpassen in de hoeveelheid samenstelling van vetten en eiwitten. Maar ik denk dat is iets in vraag is die je juist bij uitstek echt bij je diëtist neer moet leggen. Zo van, goh, wat is er voor mijn situatie en redden we dat met gewone voeding? En als dat niet lukt, dan zou je ook kunnen denken aan bijvoorbeeld drinkvoeding waar alles in zit in een hele mooie gladde substantie, om het maar zo te zeggen. Of eventueel nog andere mogelijkheden om voeding binnen te krijgen. En dan denk ik aan bijvoorbeeld een zonde. Maar dan heb ik het wel over zeer ernstige maagledigingsproblematiek. Er is ook iemand die vraagt zich af hoe jullie denken over gluten. Ja, gluten zijn een belangrijk onderdeel van de structuur van bepaalde koolhydraten. Dus gluten zijn eiwitten die daar dan in zitten, zeg maar. En zorgt voor de
de gluten aan zich zorgen voor bijvoorbeeld in brood dat het brood elastisch is. Het zorgt er dus voor dat het luchtbelletjes van, die tijdens de gisting van het bereiden van het brood vrijkomen, dat die gevangen worden in de elasticiteit van die koolhydraatstrengen, van die eiwitstrengen, sorry voor de verwisseling van de koolhydraten en de eiwitten. En die zorgen ervoor dat het brood dus luchtig is en die zitten in een aantal graansoorten. En nu is het zo dat er een aantal mensen zijn die slecht tegen gluten kunnen, dat noemen we celiakie. En die verdragen dan ook helemaal geen gluten. Maar dan moet er uitvoerig onderzoek gedaan zijn om daar echt diagnostiek op te doen. Om zomaar gluten weg te laten zou ik zeker niet adviseren. Omdat je dan ook heel veel waardevolle voedingsstoffen mist in je patroon. Lea, wil jij daar misschien nog iets op aanvullen? Nou ja, kijk, je kunt de gluten wel weglaten. Dat kan wel. Maar dan moet je het gaan vervangen door vaak producten die glutenvrij zijn. En daar hangt ook nog wel een aanzienlijk prijskaartje aan. Daarbij komt dat bijvoorbeeld glutenvrij brood over het algemeen een hele andere structuur heeft die veel harder, veel sneller uitdroogt. Dus heb je iets van een slikprobleem, dan bevordert dat zeker niet je intake. Dus het zomaar weglaten van gluten als daar echt geen onderliggende reden voor is, zou ik eigenlijk niet aanraden. Nee, dan moet er echt diagnostiek gedaan zijn door een maag-darm-leverarts. Ja. En hebben jullie voedingstips om glutamaat te verminderen? Gebruik ik eigenlijk niet. Nee, het is een stofje wat veel wordt toegevoegd. En dat heeft een klassificering. Dat kan je terugvinden op de verpakking. Er zijn mensen die daar wat weerstand tegen hebben om dat te gebruiken. Maar ik zie geen reden om dat als een dieet of glutamaatvrij of iets dergelijks te adviseren. Nee. Het zijn vaak de smaakversterkers eigenlijk. Hè? Dus het zit heel vaak ook in Chinese producten, om het maar even zo te zeggen. Maar nee, ik gebruik dat verder niet als beperking of wat dan ook. Ook niet bij ALS. Nee. Nee. Ik ga door naar de laatste vraag. Zijn er voorbeelden van een eetschema van rond de 1000 calorieën? Dus iemand heeft een wat lager rustmetabolisme. Ja, ik denk dat er heel veel te vinden zijn. Ik denk dat alleen het heel belangrijk is om, als je een willekeurig schema pakt, dan zie je dat daar heel vaak niet specifiek gekeken wordt naar wat de behoefte is van mensen met een spierziekte. En daarbij is met name die eiwitverdeling en dergelijke toch wel een aandachtspunt. En ook zeker omdat je het bij spierziekten niet zoals de gemiddelde Nederlander eventjes een paar weken doet, maar eigenlijk in veel gevallen soms bijna levenslang moet doen, het toch wel heel belangrijk is dat die voeding ook echt volwaardig in elkaar zit. Dus wil je dat soort dingen echt serieus gaan doen, ga echt raadplegen bij een diëtist. Dat kost je 1 of 2 keer, maar je kunt daar een hele hoop ellende mee voorkomen. Althans, dat is mijn idee. Ja. Ja, en Dea zegt ook, kost je 1 of 2 keer in tijd. Want de eerste 3 uur bij de diëtist worden vergoed vanuit de basisverzekering. Eigenlijk is ook het algemene advies. Mochten mensen specifieke vragen hebben, specifiek voor hun spierziekte, kijken op jullie website voor tips en voor gespecialiseerde diëtisten. Er zijn heel veel vragen, er was heel veel interesse voor deze webinar. Dus ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie tijd en voor jullie mooie presentatie. En voor het beantwoorden van die vele vragen. We gaan proberen om zoveel mogelijk vragen nog schriftelijk te beantwoorden. Maar ik kan niet garanderen dat we alles kunnen doen, maar we gaan ons best doen. Zoveel mogelijk mensen een antwoord te geven. Ik wens jullie een hele fijne dag. En nogmaals heel veel dank voor jullie boeiende presentatie. Ja, graag gedaan. Oké. Okay. Ja.